Iedereen die wel eens over de A59 rijdt, die kent wel het stuk tussen Waalwijk en Drunen, de brug over het Drongeleskanaal. Daar mocht je maar 70, omdat de weg daar smaller werd. Nou, maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van dat stukje snelweg. En sinds vanmorgen is de weg weer open voor het verkeer. Verslaggever Noël van Hoofd, die is daar. Noël, ik zie ook achter jou daar flinke mist. Heb jij daar veel last van gehad op de weg vanochtend? Jazeker, het is oppassen geblazen, Tom. Op de weg hier naartoe, zeker rondom Den Bosch op de A2, je ziet op een gegeven moment zie je nog maar 50 meter. En er komt echt in één keer op. Je ziet een heel stuk weg, kun je helemaal overzien. En opeens dan is die mistbanker. Dus het is echt oppassen geblazen voor de automobilisten deze ochtend. Nou, dan die verbreding van de A59 bij de brug over het Drongelenskanaal. Dat is goed nieuws, hè, voor de automobilisten. Ja, dat is het zeker. De automobilisten kunnen weer doorrijden. Afgelopen weekend was de weg tussen Waalwijk en Den Bosch dicht. En nu is het weer open. De weg is weer breder. Je mag weer 100 rijden in plaats van 70. En dat heeft voor de automobilisten heel lang geduurd voor het gevoel. Anderhalf jaar. Maurice van de Graaf van Rijkswaterstaat, wat is er allemaal gebeurd? We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met het bouwen van een tijdelijke brug. En vervolgens hebben we de weg aangesloten op die tijdelijke brug. We hebben het oude viaduct en de oude brug hebben we eerst moeten slopen. En vervolgens hebben we een nieuwe brug en een nieuw viaduct gebouwd. En de weg weer aangesloten op de nieuwe brug en de nieuwe viaduct. Is de ellende nu voorbij voor de automobilist? Nou, de automobilisten hebben eigenlijk heel weinig hinder ondervonden. Twee weekenden om de weg aan te sluiten op de tijdelijke brug. En twee weekenden om de brug weer aan te sluiten op de nieuwe brug. Dus de hinder voor de automobilist is redelijk beperkt. En die kan... Het was even remmen. Het was eventjes remmen, inderdaad. 70 km per uur was het. En nu is het weer 100 km per uur. En een bredere weg. Dus het verbetert de doorstroming en de veiligheid op de A59. De snelweg is klaar, zie ik, maar er rondomheen is het nog een puinhoop eigenlijk. Nou, er moeten nog wat zaakjes gebeuren, zoals de rondweg. Die moet nog een klein beetje aangepakt worden. Maar dat is voor het einde van dit jaar is alles afgerond. En in de loop van volgend jaar wordt er nog wat beplanting gemaakt, zoals de bomen worden geplant. En dan zijn we hier helemaal klaar. Nou, Tom, vanuit Den Bosch kun je weer heel makkelijk en eigenlijk snel richting Waalwijk. Goed nieuws voor de automobilist. Noël, dankjewel.